Het ministerie van Arbeid en Jeugdzaken is bezig om een professionele vacaturebank op te zetten om de werkloosheid te verminderen. Dit zegt minister Reshma Kuldeep Singh, de bewindsvrouw, geeft aan dat vanaf de intrede van COVID-19 in maart zeker 10.000 werklozen zich hebben geregistreerd bij het ministerie. Maar ik moet u eerlijk zeggen, het waren voor de periode van, dat ik aantrad. En ja, ik weet niet of de registraties transparant zijn, maar we hebben het bestand helemaal opgeschoond. En nu momenteel komen we op 7.000 om en bij. Maar dan nog twijfel ik. Oké, u geeft aan, het bestand is opgeschoond. Dus dat wil zeggen, het ministerie is ook nagegaan als de mensen die zich al eerder hadden opgegeven, nu nog steeds werkloos zijn. Ja, dus daarmee zijn we nu nog even bezig om te kijken of de mensen nog werkloos zijn. Ik neem aan, als je vanaf maart werkloos bent, dat je niet gaat wachten op het ministerie voor geld of iets dergelijks. Je gaat een andere baan zoeken of een andere mogelijkheid zoeken. Maar inderdaad houden we daarmee rekening. We zijn bezig, we hebben uit het COVID-fonds, eigenlijk zouden de mensen 1500 SRD krijgen. Maar we weten allemaal dat het COVID-fonds geen geld heeft. We zijn nu bezig het goed in te richten. En van daaruit, dan nu hebben we de mensen geregistreerd en we komen met een bekendmaking, ik zeg het nu ook op tv meteen, dat we de mensen eerst gaan accommoderen met een COVID-pakket, zoals we dat noemen. En daarna ga ik weer beginnen met een hele goede registratie en dan van daaruit gaan we uit het COVID-fonds putten. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid en Jeugdzaken. We spraken haar vanmorgen voor de aanvang van de Raad van Ministers in het regeringsgebouw. De bewindsvrouw zegt dat binnen enkele maanden de vacaturebank een feit moet zijn om het probleem van werkloosheid op te lossen. Momenteel zijn er 7.000 werklozen geregistreerd bij het ministerie.